Vandaag is het een koude winterdag en we staan op de ijsbaan in Laren, geheten de Winter Village in Laren. Het is erg gezellig en de drukte begint een beetje aan te komen, want het is zaterdagmiddag, mensen zijn nog een beetje aan het shoppen, kinderen zijn lekker op de ijsbaan, maar straks lusten er vast wel wat meer een glühweintje. Kom jij eens even hier. Hallo daar. Hoe heet jij? Sven. Ik zit heet het rondjes te schaatsen en je kan lekker warm chocolademelk. En dat vind ik lekker. En je bent lekker met vriendjes en vriendinnetjes aan het spelen? Ja. En hoe gaat dat dan? Je komt hier aan en dan? Dan ga je gewoon een wedstrijdje of zo doen. Ik kom hier een bekende tegen en die komt met zijn geweldige vrouw en zoontjes eventjes schaatsen. Ja, we hebben gisteren Sinterklaas gevierd, dus die is al bij ons langs geweest, gelukkig. En toen hebben we besloten, nou, dat is een mooie dag, lekker rustig. Het lijkt heel koud vanwege de wind, maar dat is helemaal niet zo. En deze schaatsbaan is er natuurlijk al 8 jaar, het centrum van het dorp. Dus helemaal fantastisch. Dus wij gaan even lekker, de jongens gaan lekker schaatsen en wij gaan even wat drinken en eten hier zo. Nou, hoe mooie tijdsbezigheid is dit, hè? Tijdens die koude dagen en de kinderen lekker in beweging. Ja. En jullie allemaal eventjes lekker sociaal met vrienden. Precies, ja, we komen hier altijd bekenden tegen. Daarvoor is het natuurlijk ook een dorp. Dus het is een gezellige boel. Helemaal goed. Marcel Hilhorst van de Poffertjeskraam. Zomers sta je daarvoor en 's winters hier heerlijk in het klein. 'S Winters staan we hier in het klein, op de schaatsbaan. Vrijdag en zaterdag, zondag zijn we hier. En als het goed weer is, dus droog in ieder geval, of het mag vriezen, hè, kou, kan ook, als het me niet regent. En dan vooral in de weekenden, lopen de zaken dan goed? Ja, vrijdag, zaterdag, zondag. En ik denk, zondag is wel de drukste dag. Het sneeuwt. Eet smakelijk. Wat zou een ijsbaan zijn zonder vrijwilligers? En het is geweldig dat deze mensen zich zo inzetten en zoveel tijd eraan besteden. Dit is werkelijk fantastisch. We hebben hier Rob van den Heuvel en Yvonne Mol die heel veel tijd steken in de ijsbaan. En zonder hun zou het echt niet lukken. Rob, vertel eens even, hoe lang ben jij hier al mee bezig? Wat is het? 3 jaar? Derde jaar. Hoe bevalt je dat? Het is gewoon leuk om te doen. Je bent lekker buiten. Ja. En dat is dan zo'n 6 weken non-stop ben je hier bezig. Ja. Hoe vindt de thuisfront dat? Nou, ik ben alleen, dus ik heb geen thuisfront. Nou. Ja, dat is wel leuk. Maar dan gaan we over naar Yvonne. Yvonne Mol, die heeft wel een thuisfront dan. Hoe vindt die dat? Die weet niet beter. Ik ben hier gewoon 8 jaar, dus dan weet hij niet beter meer dat ik altijd hier ben. Dus dat is makkelijk. En elke keer is het weer daarna een je valt een dipje, want het is gewoon een grote familie hier op de ijsbaan. En die sfeer heb je enorm hier en de gezelligheid met de ijsmeesters, met alle vrijwilligers. Ja, klopt. Maar wij gaan ook naar de Baren, hè? Dus wij hebben langzaam afkicken. We kicken af van Laren in Baren. Want de ijsbaan blijft hier tot 3 januari staan en daarna gaat deze ijsbaan door naar Baren. En dan blijft die daar tot wanneer staan? Van 9 januari tot 14 februari, als ik het goed zeg. Dan is hij in Baren, in de Pekingtuin. Ik sta hier samen met Victor Goossens en hij is hier ijsmeester. Ja, klopt. En wat houdt dat precies in, Victor? Dit is dan mijn 5e jaar waar ik mee bezig ben. Wat wij doen, 's ochtends het ijs prepareren. Dus met een hele grote veger over de ijsbaan heen. Schoonmaken, de kantjes heel goed schoonmaken. En klaarmaken voor de mensen die komen schaatsen en de kinderen. Ja. En 's avonds moet het ook geprepareerd worden, want dan ziet het er niet meer uit. Dan zie ik ze ook elke keer met schuivers en aan de gang. Dat doe jij ook?
Ja, dat doen we ook. Als het heel druk is, dan gaat het ijs natuurlijk allemaal opkrullen. En dan kan er bijna niet geschaatst worden. Dus dan gaan we met een man of vijf, maken we in één keer helemaal weer schoon. Dus kan iedereen mee schaatsen. En na sluiting van de ijsbaan om 9 uur, dan maken we het ijs weer helemaal klaar. En we zetten ook de temperatuur in. Als het nou heel warm wordt, dan zetten we die extra laag. En wordt het kouder, dan kunnen we gewoon de machines die daarachter staan, daar verderop, kunnen we dan wat lager zetten. Heel lekker. Cheers. Cheers. Lekker. Het is berenkoud. Ik heb het in ieder geval berenkoud. Maar hier kom ik tegen Wouter de Wild. En die heeft echt gewoon kleding aan alsof het lente is. Het is echt niet te geloven. Dus Wouter, daar ben je. Ja, heel leuk. Nou, ik ben warm met persoonlijkheid, dus ik heb het niet gauw koud. Ja. En ja, ik zag jou hier staan. Ik denk, nou, ga eens eventjes een praatje met je maken. Wat leuk. Wat komen er tegenwoordig wel allemaal voor een mooie plannen van jou langs? Ik, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik iemand die graag verbindt. Mensen bij elkaar brengt, leuke en goede mensen. Dus ik ben begonnen in Laren met een koffieochtend wat er storm loopt. 110 mensen. En ik ben nu bezig met een heel groot kerstevenement te organiseren hier op zondag 20 december vanaf 8 uur op het ijs. En dat wordt een hele mooie kersthappening, kerstsamenzang. Vertel daar eens even iets over. Er komen mooie artiesten, heb ik begrepen. En ja, het wordt een hele happening hier op het ijs en naast het ijs. Het wordt een hele grote happening. Hier achter ons komt een heel groot podium te staan op het ijs met vloerbedekking. Daar komen 16 dansers, dames en heren die gaan dansen. L.E. The Voices komt. Annelieke Bouwers, René Kouwenhoven, Yvanildo Campbell en Sophia Wezer uit de show van Frank Wentink. Van de dinnershow uit Aalsmeer, Brooklyn Nights. Dus er wordt een spectaculaire, mooie show opgenomen die avond. Met samenzang met het publiek en met mooie toespraakjes, heel kort. En we willen er echt een feest van maken. Mensen verbinden met kerst aan elkaar en met elkaar brengen. En vanaf hoe laat is dit event? Het begint om 8 uur tot ongeveer 9:15. En er is er een toegangsprijs of is dat voor iedereen vrij? Nee, ik heb het voor iedereen vrijgehouden. Ik vind het veel te leuk als ouders met kinderen kunnen komen. Ik zoek wel sponsors, dus we zijn al een heel eind. Dus als de mensen zeggen, nou ik vind het fijn om er mee te doen, kunnen ze altijd via 6FM contact opnemen om te kijken of we kunnen doneren. We zitten hier lekker warm, buiten is het koud. Ik zit hier naast Donja van Tichelen. Zij is locatiemanager. Wat houdt het precies in, Donja? Ja, locatiemanager. Ik moet zorgen dat hier alles wordt geregeld op de ijsbaan. Dus alles wat je hier ziet, hier de horeca, buiten, schaatsvuur, de ijsbaan, dat moet ik allemaal regelen, dat het allemaal goed verloopt. We zijn vanaf september beginnen wij al met alle voorbereidingen. Want ja, wat je hier ziet, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. We beginnen bijvoorbeeld al met scholen aan te schrijven voor het schoolschaatsen, de schaatsles te introduceren. Er moet een menukaart gemaakt worden voor het restaurant, allemaal dat soort dingen. En we gaan op vrijdag altijd al open, hè, de eerste dag. En dan vanaf maandag beginnen we hier met alles opbouwen. Dus dat is gewoon 5 dagen lang, ja, vol gas, zo snel mogelijk alles neerzetten. Hartstikke goed. Ja, ik heb het even mogen ervaren. Ik heb het even mogen zien, want ik heb wat gefotografeerd toen. Er wordt zo hard gewerkt dan. Er zijn echt zoveel mannen met mannenmacht bezig. En ja, dat gaat in een razend tempo en met een echte deadline. Maar dat is wel een geweldige sfeer, nietwaar? Ja, zeker. We moeten het met z'n allen klaren en we zijn ook echt een heel hecht team. Vanuit NoName, maar ook de ijsmeesters al of andere mensen die graag een dagje willen komen helpen. Dus die helpen al met ons met opbouwen, want anders red je het niet. Kijk, dit is een ontzettend harig typje.
Je ziet zijn ogen ook bijna niet. Deze is zwervend aangetroffen op straat en helemaal verveeld was hij. Het is een gecastreerd Angora konijn. Nou ja, je ziet al, hij zit net weer eventjes in zijn hok en gelijk zitten er overal alweer strootjes in zijn vacht. En we zoeken dus voor hem ook echt een liefhebber die houdt van kammen en borstelen. En ze kunnen ook een aantal keren per jaar kunnen ze gewoon netjes bijgeknipt worden. Maar voor de rest moeten ze heel veel gekamd worden. Het zijn prima groepsdiertjes ook. Deze die zit bij ons lekker buiten. Dat vindt hij ook heerlijk. Maar zoek dus echt een kamliefhebber. En het is een gecastreerd mannetje. Dus een leuk vriendinnetje erbij. Dat zou ook ontzettend leuk voor hem zijn. Iedere laatste woensdag van de maand organiseert Stichting Kunst en Cultuur een kunstcafé in Theater de Boerderij in Huizen. Een laatste onderdeel van het kunstcafé is altijd een miniconcert door jonge of oudere muzici in Nederland bekend, maar ook buiten onze regio en ver in het buitenland. In het fragment van deze uitzending Kunstcafé's Keuze kunt u luisteren naar de Four Sisters. Zij doen de tijd van de Andrew Sisters voor u herleven. De vier vrouwen van de Four Sisters leerden elkaar kennen in 2000 op het Goois Zangtheater. Ze traden op tijdens de Oranjeweken in het theater De Boerderij op 29 april 2015 en zongen voor deze gelegenheid Clem Miller's In the Mood. Namens Stichting Kunst en Cultuur en de werkgroep Kunstcafé hopen we dat u van dit fragment heeft genoten. Wellicht kunnen we u een keer begroeten tijdens een van de vele kunstcafés voor een miniconcert in Theater de Boerderij in Huizen. De kunstcafés vinden plaats iedere laatste woensdag van de maand in Theater de Boerderij en u kunt de programmering bekijken op de website kunstpleinhuizen.nl of kunst-en-cultuurhuizen.nl.